met een wallhanghout maken, helemaal boven in de bergen. Iets met de mijn even te maken, Minas de Mien. Het is een goed wandelpad, maar het ging steil omhoog. Maar het is hier prachtig. Dat kalksteen hier. En er liggen hier een aantal kerstjes. De eerste die komt er zo aan als het goed is. Hier schitterend. Ik ben op weg naar het grot hier. Het is hier behoorlijk fris. Maar het bijzondere is, er lopen hier gewoon een weg. Weliswaar niet voor voertuigen. Dus ik zie hier niks. Maar dit is een oude mijnweg, denk ik. En ja, het is natuurlijk een prachtig gesteente hier. Ja, de Giro die loopt wat af hier. Het is ook alweer een wandeling van kilometer of 10, denk ik. Maar het gaat prima. Ik heb al even stokken beneden laten liggen ergens. En ik weet waar. Maar ik ben toch maar doorgelopen. Het is hier een beetje het hoogste punt, zoals jullie zien. Heerlijk, hè? Ja. 21 graden momenteel. Prachtig weer, zoals jullie zien. Morgen wordt het wel een hele andere dag, heb ik gelezen, wordt het regenachtig, maar goed. Misschien ook maar weer een dag, maar als ik hier zo zit en ik zie het weer in Nederland, dan denk ik van nou Jan, dat heb je toch wel goed gedaan om hier naartoe te gaan. Dus ik zit lekker aan het strand hier even, rustig aan vandaag. Nou, gisteren was toch weer een behoorlijke fietsdag. En straks ga ik naar Hotel Ivory Playa en dan eet ik met een paar kennissen in het hotel. Dat is ook wel leuk. Maar voorlopig eventjes lekker op het strand liggen hier. Dat moet ook kunnen, hè. Ik zou zeggen, mensen, niet ervan. Ik ga even lekker mijn oogjes dicht doen. Oké. Ik loop hier helemaal langs de, ja, zeg maar, het soort passage. Ik was er net bij die boten daar. En dat zit wel bij Port Polenza dus, waar ik naar wandel. En hier, zover kom ik normaal nooit. Ja, het is jammer dat het water te koud is, anders dan zou je er zo in springen. Hier heb ik ook wel eens gezeten. Suspense.